De Eusebiuskerk in Arnhem, zelf een monument, bevat een aantal monumenten die het bezoeken zeker waard zijn. Vandaag bekijken we één van die monumenten met u. We staan hier bij een van de klokken die oorspronkelijk in de Eusebiustoren hing. In 1538 gemaakt door klokkengieter Tolhuis en geschonken door Karel van Gelre aan Arnhem. Die Tolhuis die maakte wapens en schilden voor de hertog en in 1538 kreeg hij de opdracht van de hertog om voor de Eusebiuskerk een klok te maken. De klok is gegoten in brons. Er zitten allerlei medaillonnetjes op en ook is er een Latijnse tekst op de klok te zien. De hertog was religieus, maar aan de andere kant was hij altijd bezig met gebiedsuitbreiding en Tolhuis heeft dat op de klok weergegeven. Bovenaan ziet u een fries, een rand en daar ziet u een paard en wagen en dat staat voor oorlog. Aan de andere kant ziet u een medaillonnetje met daarop de Madonna met het kinderke Jezus en nog wat andere religieuze uitingen. Oorspronkelijk hing deze klok dus in de Eusebiustoren, maar u weet allemaal dat de Eusebiustoren in de oorlog is ingestort en alle klokken waren naar beneden gevallen en lagen na de tijd op de vloer in het stof. Na het eerste bombardement op zondag 17 september 1944 was alles nog puntgaaf aanwezig. Maar op woensdagavond 20 september stonden de kerk en de toren in lichte laaien. Ondanks de uitgebreide en kostbare maatregelen die men had getroffen om toren en kerk te vrijwaren van brandgevaar. De drie grootste klokken, die dienst deden als luid- en bijaardklok, waren omlaag gestort en op de begane grond achter het orgel terechtgekomen, waarbij de op twee na zwaarste klok in tweeën was gebroken. Nadat ze waren uitgegraven, bleken 19 klokken de val te hebben overleefd, al waren de meesten hun kroon kwijt doordat de klokken met balken en al omlaag waren gestort en vervolgens van de balken waren afgebroken. Na de oorlog heeft men het ophangpunt van deze klok nog proberen te repareren bij klokkengieterij Petit en Fritsen. Maar toen dat niet mogelijk bleek, heeft men besloten om de klok hier in de kerk te plaatsen, op de grond, als een soort blijvend herinneringsteken aan de Tweede Wereldoorlog. Dat geeft ons nu wel de mogelijkheid om het vakmanschap van klokkenmaker Tolhuis van dichtbij te bekijken. De tekst op de klok zegt: ik ben geschonken door de hertog van Gelre. In 1539 ben ik gemaakt door Tolhuis. Ik luid voor de Arnhemmers, maar ik luid ook om de geestelijkheid en de parochianen ter kerke te roepen. En ik luid ook als er een feest is. Het was vroeger dus een belangrijke klok. Ook nu nog is het een belangrijke klok. Aan de zijkant ziet u granaatinslagen in de klok. Die inslagen zijn tijdens de oorlog en tijdens de slag om Arnhem in de klok terechtgekomen. Zodat de klok niet alleen een herdenkingsmonument voor de hertog van Gelre is, maar ook voor het leed dat de stad is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.